Nasrin, die is 30 jaar en kwam 5 jaar geleden met haar man en 3 kinderen vanuit Afghanistan naar Nederland. Daar volgde ze geen onderwijs, waardoor ze niet kon schrijven en lezen in haar eigen moedertaal. In 2017 kwam ze in Haaksbergen te wonen en nam ze voor het eerst deel aan een taalles bij ROC van Twente in Enschede. Joke Steenberg is een van de docenten die deze mensen helpt en zogenaamde alfabetiseringstrajecten organiseert. Joke, welkom. Dank je. Ik vraag me toch af. Iemand moet een nieuwe taal leren, maar heeft überhaupt nog nooit eerder kunnen lezen en schrijven in welke taal dan ook. Ja, waar begin je dan? Met luisteren en spreken. Luisteren en spreken? Gewoon eerst hallo zeggen. Ik ben de docent. Joke. Mijn naam. Joke. Langzaam. En dan vraag je jouw naam. Naam Nasrin. Dus het begint echt, want ja, nou ja, luisteren en spreken, dat kunnen ze wel in hun eigen taal natuurlijk dan als ze komen. Ja. Daar begint het. Ja, maar dan in het Nederlands. In het Nederlands, ja. En vervolgens moet er ergens een, want het gaat ook over een stukje inburgering in Nederland. Moet dat schrijven en lezen geleerd worden. Maar ze hebben dat nooit in groep 2, 3, zoals wij dat in Nederland leren, met maanroosvis gedaan. Hoe pakken jullie dat dan aan? Met een methode en dan leren ze eerst de letters. En dan leren ze ook hun eigen naam eerst schrijven. En dan stapje voor stapje bouw je dat uit. Dus eigenlijk het op dezelfde manier als kleuters in groep 2 dat hier doen? Ja, alleen met kleuters kennen sommige woorden al. Ook de betekenis. En dat hebben deze mensen dus niet. Die kennen alleen dan het woord. Dat moeten ze schrijven. Maar daar moet dan nog een betekenis aan gekoppeld worden. Hoe moeilijk, dat is misschien een moeilijke vraag, maar hoe moeilijk is dat om voor volwassenen om nog überhaupt te leren lezen en schrijven? En dan ook nog in een andere taal? Ja, nou ja, dat stel je voor dat jij bijvoorbeeld Chinees of Arabisch moet leren. Mm-hmm. Een totaal ander schrift. Ja, hoe moeilijk is dat? Nou, moeilijk. Nou ja, ik kan bijvoorbeeld mij voorstellen als ik dan Chinees zou gaan leren, dat ik nog van een Nederlands schrift naar Chinees schrift kan gaan. Hè? Dan kan ik het lezen in het Nederlands en vergelijken met het Chinees of wat dan ook. Ja. Maar zelfs dat kunnen ze niet. Nee, niet met de ondersteuning van hun eigen taal. Maar aan de andere kant, ze leren dus nu wel lezen en schrijven. Een stukje motivatie is natuurlijk ook een pre. Dat je dat echt wilt, want het is niet makkelijk. En je moet er ook zelf veel voor doen en oefenen. Hoe zijn dan reacties van bijvoorbeeld een Nasrin die voor het eerst zeg maar een woord kan schrijven of lezen? Wat doet dat met iemand? Dat ze trots zijn en blij dat ze dat nu kunnen. En ook met lezen zelf. Want zoals ze zelf ook zegt, ze kan nu zeg maar een boekje voorlezen aan haar kinderen. Ja. Nou, dat was in het verleden dus niet mogelijk. Een andere ding wat ik las over wat jullie doen, dat Nasrin ook zegt, en dat raakte me eerlijk gezegd best wel, dat ze zegt, ik schrijf nu soms zelfs mijn eigen boodschappenbriefje, zodat ik niet 2 of 3 keer naar de winkel hoef te gaan. Ja. En toen dacht ik, holy guacamole. Als je niet kunt schrijven, dan ben je heel erg beperkt en dan moeten andere mensen al het schrijfwerk of leeswerk voor jou doen. Ja, want je moet alles onthouden ook. Je kunt niks voor jezelf. Je kunt geen reminders zetten. Een agenda bijhouden en je moet het allemaal op luisteren en onthouden. Ja. Maar ja, dat is soms bij deze mensen ook goed ontwikkeld. Dat het geheugen zelf? Ja. Ja, ja. Nou, dan hoeft ze niet meer naar de Max Geheugentrainer op latere leeftijd. Dat denk ik niet. Ja. Hoe groot is die motivatie eigenlijk van mensen als ze hier komen om dan... die lijkt me enorm, maar hoe zie je dat? Dat is wisselend natuurlijk, maar de meeste mensen zijn wel gemotiveerd om de taal te leren. Ook voor hun eigen zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. En voor hun eigen kinderen natuurlijk. Ja, om die het ook weer door te kunnen geven. Ja. Want de uiteindelijke reden om deze mensen, want het zijn vaak vluchtelingen, denk ik, die bij jullie dan aankloppen. Op dit moment wel, ja. Ja. Is om ze, om die ze, statushouders dan, hè, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ja, precies. Die mogen blijven in Nederland. Ja. En die zijn dus ook, ja, die moeten beginnen met hun maatschappelijke leven in Nederland. Dus dat is dan meteen ook. En die zijn dan nog veelal inburgeringsplichtig. Maar voordat je aan inburgering kunt beginnen, moet je natuurlijk wel eerst leren lezen en schrijven. Mm-hmm. En voor sommige mensen is dat niet haalbaar.
Dus die stranden zeg maar bij het leren lezen en schrijven. Ze komen een eind, maar zullen nooit inburgeringsexamen kunnen doen. Want dat is op A2 niveau. En ze moeten dus op meerdere vaardigheden zeg maar examen doen. Ja. Lezen, luisteren, schrijven, spreken. ONA, dat is oriëntatie naar de arbeidsmarkt. En kennis Nederlandse samenleving. En maar dat eerste stukje, lezen, schrijven, dat kunnen ze dus al niet op een niveau wat nodig is voor het inburgeringsexamen. Ja. Wat voor een gevolg heeft dat dan voor die mensen? Kunnen ze dan geen inburgeringsexamen doen? Nee, dan kunnen ze nog via ontheffing, dus 600 uur les en ontheffingstoets, een leerbaarheidstoets maken. En daarmee kunnen ze dan ontheffing van de inburgering krijgen. En dat betekent dat je... Maar ze moeten wel hun best doen. Wat betekent het voor een vluchteling als hij zo'n examen niet haalt? Wat voor gevolg heeft dat? In zoverre, je krijgt dan ontheffing als je die 600 uur hebt gehaald. Ja. Je kunt een leerbaarheidstoets maken en dan ben je ontheven van de inburgeringsplicht. Dus dan is er verder niets aan de hand. Maar voor jezelf, maatschappelijk, ben je dus niet zelfredzaam in de maatschappij. En dan ben je afhankelijk van mensen die jou willen helpen of van jouw kinderen. Ja, ja, ja. Hoe lang bestaat het traject al? Nou, ik ben volgens mij in 1998 bij Stichting Centrum voor Volwassen Educatie Focus begonnen. En toen hadden wij dus al alfabetisering in huis. Daarna zijn er fusies gevolgd, eerst met ROC van Twente. Of met ROC Oost-Nederland. En daarna werden we het ROC van Twente. Ja, ja. En we hebben nu dus verschillende locaties in Twente. Waar dus alfabetiseringslessen gegeven worden, inburgeringslessen en ook educatietrajecten om mensen beter Nederlands te leren. Dus je hebt zelf ook al best wel veel leerlingen meegemaakt, voorbij denk ik. Zien komen, ja. Ja. Die leerlingen, we zeiden het net al, dat zijn vaak vluchtelingen. Die dragen waarschijnlijk vaak ook traumatische verledens met zich mee. Die hebben een rugzakje. Wat doet dat met hen? Als het gaat om het les krijgen, is het dan bemoeilijkt dat proces? Soms is school leuk en een veilige haven voor ze. En het verplaatst zeg maar de andere gedachten een beetje. Oké, dus over het algemeen vinden ze het wel prettig om eventjes eruit te komen. Maar praten jullie daarover? Over wat ze dan mee hebben gemaakt? Is dat een onderdeel van de lesstof soms misschien? Dat je het integreert? Dat kan. Dus zeker als je het over familie hebt. En dan hebben ze nog familie zeg maar in eigen land. Waar ze vandaan komen, waar ze van gevlucht zijn. Mm-hmm. Of familie die verspreid over Europa en over de wereld terecht is gekomen. Waar komen deze mensen eigenlijk vandaan? Want Nasrin kwam uit Afghanistan. Afghanistan, Syrië natuurlijk, Irak, maar ook uit Pakistan. Noem maar op. Ja, Iran. All over the world. Ja, van al. En dan komen ze in Nederland. Hoe lang duurt zo'n proces dan voordat ze... Want ze kunnen geen woord lezen en schrijven in hun moedertaal. Misschien soms ook wel, maar in ieder geval in Nederlands niet. Hoe lang duurt het voordat ze dat dan wel op een aardig niveau kunnen? Dat ligt dus aan hoe slim, zeg maar, en hoe goed iemand gemotiveerd is. Wat is het snelst wat je ooit hebt gezien? Nasrin, 3 jaar. Nasrin is nu 3 jaar verder. Waar staat zij dan in het proces? Zij is nu bijna klaar met de inburgeringsexamen. Ze wacht nu nog op de uitslag van het schrijfexamen. En dan heeft ze alle onderdelen en alle vaardigheden gehaald. En dan mag ze hopelijk haar diploma ophalen. Wauw. En dan is ze gewoon in staat om in het Nederlands... Ja. Begrijpelijkerwijs te lezen en te schrijven. Ja, op het basisniveau. Op het basisniveau en te spreken en te luisteren. Ook met contacten op de basisschool van haar kinderen of bij de dokter. Hoe komen mensen dan bij jullie? Of kunnen mensen zich aanmelden? Of hoe werkt dat eigenlijk? ROC van Twente staat geregistreerd bij DUO als school, als taalaanbieder. Nou, daar kun je dus informatie vinden over wat zijn de taalaanbieders die gecertificeerd zijn en taalkursussen mogen aanbieden. Ja, ja. Oké. Okay. Dus via daar kun je bij jullie in contact komen. Ja. Joke Steenberg was bij ons taaldocent van het ROC van Twente, dus over die taalkursus voor vluchtelingen. Joke, dankjewel en succes met jullie werk. Graag gedaan.